Nou, ik zal je vertellen, ik hoorde het 's nachts. En dat is op zich natuurlijk een raar tijdstip. En toen las ik dat bericht en toen dacht ik, is dit waar? Is dit waar? Want je bent hier al zo lang mee bezig en al die tijd hoor je niks in verband met de AVG-wetgeving. En ineens is zo'n berichtje er. Nou, je kan eigenlijk niet beschrijven wat je dan allemaal voelt. Ze is natuurlijk nu verdachte in de zaak en volgens mij is ze na 3 dagen liep ze alweer vrij rond. Ik hoop dat het gewoon dat de volgende stappen zodanig zijn dat ze in ieder geval weer vast komt te zitten. Voelt dit als een opluchting? Voor mij wel. En ik heb wel al een aantal klanten gesproken en ik weet dat het voor hun ook als een opluchting voelt. Omdat ze ten eerste toch niet zo gek zijn als dat ze dachten dat ze waren. Dat ze bang waren, dat ze zo dom waren, dat er ook geen gerechtigheid zou plaatsvinden. Nou, dat is gelukkig niet het geval. En voor sommige klanten natuurlijk hoop dat wij van mijn bedrijf er dan voor kunnen zorgen dat er voor hun betere regelingen getroffen kunnen worden. En zij dus ook weer een toekomstperspectief hebben. Hoe groot is bij u de schade? Best groot. We hebben een hele grote belastingsschuld. Uiteindelijk die is nu door een financierder opgelost. Maar ja, die moeten wij nog wel aan de financierder terugbetalen. In de huiselijke kring is het ook een hele heftige geweest. Het bedrijf loopt gelukkig nu wel weer door. En ondanks corona blijven we nog bestaan en gaat het goed. Maar ja, we hebben wat harde klappen moeten maken en waar we niet heel erg blij mee zijn. Wat verwacht u nu dat er gaat gebeuren? Ja, hoop en verwachting liggen bij elkaar, hè? En die gaan elkaar ook ja, misschien wel verweven met elkaar. Nou, wat ik verwacht is dat het Openbaar Ministerie, middels de officier van justitie, nu het een officiële aanhouding is en ze officieel verdachte is, dat er verder onderzoek kan worden gedaan door die beide partijen. En dat daar dus een strafrechtelijke zaak van gaat komen op korte of latere termijn. En de hoop is natuurlijk dat ze veroordeeld wordt. Wanneer bent u tevreden? Als ze echt vastzit. En ja, ik denk dat alle gedupeerden behoorlijke financiële schade hebben. En dat we die heel graag voorgoed zien, terugzien. Maar ja, goed. Dat wordt nog een zwaar verhaal, denk ik. Is er nog geld te halen bij Aurora D, denkt u? Bij Aurora denk ik niet. Ik denk dat zij op. Ik weet niet aan wat ze het uitgegeven heeft, maar ik denk niet meer dat zij centen heeft. En zij heeft natuurlijk zoveel mensen om zich heen die zij geld schuldig is. Dat wat ze kon betalen, heeft ze volgens mij betaald. En ja, van een kale kip kan je helaas niet plukken. En daarom hoop ik dan dat er vanuit de Belastingdienst wel wat te regelen valt. En voor één klant is dat gelukkig al zover. Dat hebben we ook mooi kunnen afsluiten. Maar ik hoop dat ik voor andere klanten ook wat meer kan betekenen. En dat we dus mooie regelingen kunnen treffen.